Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR. En met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcastkanaal. Passion for Work draait om mensen. Met meer dan 100.000 uren coaching op de teller willen ze werkend Vlaanderen gelukkiger en veerkrachtiger maken. En daarvoor kunnen ze rekenen op een uitgebreid netwerk van coaches in Vlaanderen. En in deze aflevering van Brain Pickings kruip ik in het hoofd van een van die coaches, Martien Meertens. En met Martien ga ik het hebben over studiekeuzebegeleiding. En dat is een nieuwe afdeling binnen Passion for Work. Iets wat ik vanuit mijn eigen ervaring in het volwassenenonderwijs eigenlijk alleen maar kan toejuichen. Het was een van mijn eerste jobs als leidinggevende en toen al, dat is zeker al 20 jaar geleden, voelden we de nood aan studiekeuzebegeleiding bij volwassenen en jongvolwassenen. En Martien heeft dus haar rijke ervaring als loopbaancoach en onderwijsdeskundige gecombineerd tot studiekeuzebegeleider. Dag Martien. Hallo, goedemiddag. Welkom, goedemiddag. Alles goed met jou? Ja, ja, zeer zeker. Ja. Net terug van reis, ik zie het ja, nog. Ja, ja, klopt. Ja, fantastisch, fantastisch ontspannen en uitgerust uit. Ik ben heel benieuwd om meer te vernemen over de nieuwe afdeling binnen Passion for Work, studiekeuzebegeleiding. Wat is het verband tussen loopbaancoaching en studiekeuzebegeleiding en van waar is dat idee ontstaan? Ja, ja. Dus ja, tussen loopbaancoaching en studiekeuzebegeleiding zijn heel veel gelijkenissen. Het draait in beide coachings draait het om eerst jezelf heel goed leren kennen. En met jezelf heel goed leren kennen, daar bedoelen we dan mee. We gaan eerst op zoek naar wat zijn je favoriete vaardigheden? Wat kan je goed? Wat doe je graag? Want daar halen we energie uit in de toekomst als we daar veel mee kunnen bezig zijn. Maar naast die favoriete vaardigheden gaan we ook op zoek naar te ontwikkelen vaardigheden. Er zijn misschien vaardigheden, dus talenten die nog een beetje ondergesneeuwd zijn, die door keuzes die we ooit in het leven gemaakt hebben, die toch niet zijn kunnen openbloeien. Mm-hmm. Maar moest je daarmee kunnen bezig zijn, dan zou je daar ook energie uithalen. Dus daar gaan we ook naar op zoek. En dan op de derde plaats gaan we op zoek naar waarden. Mm-hmm. Wat is er belangrijk in het leven? En dat zijn dingen wat nog wel eens snel over het hoofd gezien worden. Maar we beseffen meer en meer dat dat een hele belangrijke factor is, die waarde. Ik noem nu maar bijvoorbeeld, er zijn mensen die fysiek moeten bezig zijn. Of er zijn mensen die gelukkig zijn als ze de hele dag aan een bureau kunnen zitten of achter een computer kunnen zitten. Maar het is zeer noodzakelijk om dat vooraf, om daar bewust van te zijn. En van daaruit wordt er dan een studiekeuze gemaakt in de studiekeuzebegeleiding. Of van daaruit wordt er een beroep gekozen in de loopbaancoaching. Maar het eerste stuk is eigenlijk vrij gelijklopend. Dus eerst goed op zoek gaan naar wie ben ik, wat wil ik, wat doe ik graag, wat is belangrijk voor mij. Ja. Zeg, en van waar is dat idee dan gekomen om dan ook met die studiekeuzebegeleiding Ja, die vraag is inderdaad een terechte vraag. Wij merken in de loopbaancoaching, dus ik geef ook de loopbaancoaching, daar merken we dat we meer en meer vragen hebben, ook van jongere mensen. Ja. Ook mensen die net zijn afgestudeerd. Mm-hmm. En mensen die dan na een half jaar zelfs al, of na een jaar werkzaam zijn, dat die mensen dan beseffen van, oei, dat is nu toch precies niet wat ik verwacht had van de job. Ja. Dat is toch niet iets wat ik de rest van niets is voor het hele leven natuurlijk. Nee. Maar dat is zeker niet iets wat bij me past of waarin ik verder wil gaan groeien. Ja. En van daaruit beseffen dat het zeer belangrijk is om op het moment dat er een studiekeuze gemaakt moet worden, om dan eerst goed op zoek te gaan naar wie ben ik, wat wil ik. En het stukje wat ik net al vertelde. Ja. Ja. Want dat lijkt mij uiteindelijk toch niet zo evident voor. Het is voor niemand evident om tijd te nemen en stil te staan en daar bewust mee bezig te zijn, maar al zeker niet voor een jongere of een volwassene. Klopt, dat is ook zo. Want heel veel jongeren, ik hoor ook heel vaak opnieuw zeggen van eigenlijk weet ik nog helemaal niet wat ik wil in de toekomst. En daarom ben ik de eerste die altijd wel bijvoorbeeld een vakantiewerk aanmoedigt of stages aanmoedigt, om op die manier al heel wat domeinen te verkennen, om zo jezelf beter te leren kennen en al te weten van dit wil ik wel of dit wil ik zeker niet in de toekomst. Dus, dus van daaruit dus de vraag dat we van heel veel jonge mensen bij de loopbaancoaching ook al merken van oei, een verkeerde studierichting gekozen en dan het belang van stil te staan. Ja, ja, ja. Zeg, en wie is dan welkom bij jullie daarvoor? Wie kan bij jullie aankloppen?
Ja, eigenlijk alle studenten, hè, vanaf het moment dat er een studiekeuze gemaakt moet worden. Mm-hmm. Nu, het is wel zo dat studenten in het secundair onderwijs ook wel voor een stuk begeleid worden. Mm-hmm. Maar dat is vaak ja, meer groeps, in groepsmomenten. Terwijl bij ons is het allemaal heel individueel. Ja. We gaan dus ook eerst dichter naar de persoon toe kijken. Dus dat is ook wel een verschil. En dan... Wat was nu net juist... Wie dat bij jullie kan komen aankloppen. Wie dat dan... Dus ja. Mensen die een studiekeuze moeten maken. Mm. Maar ook vaak mensen die zich gaan heroriënteren. Ja. Dat is een andere groep. Dan mensen die eigenlijk helemaal niet weten wat ze willen. Mm. Of mensen die wat meer achtergrond nodig hebben van wat is er allemaal mogelijk. Mm-hmm. Die jongeren komen ook wel bij ons. Of het komt ook wel voor dat we jongeren in de studiekeuzebegeleiding krijgen die zo wel ergens ongeveer wel weten wat ze willen, maar toch nog door dan die coaching te krijgen, de zekerheid, de bevestiging hebben van dit is het. Het is iets voor mij. Ja. Want wat je zegt, er zijn inderdaad in onderwijs ook wel al initiatieven om jongeren daarin te begeleiden, maar dat is vaak in groep. Ik herinner mij, ik zal dat zelf ook gedaan hebben, maar vanuit het volwassenenonderwijs zagen we dat mensen dan, jongeren, in groep met de klas naar afstudeerbeurzen en dergelijke gingen. Uh-huh. Enfin, als we daar eerlijk in zijn, dat is een uitstapje. Ja. Je neemt niet altijd de tijd, of je hebt niet altijd de tijd om de vragen te stellen die je wil stellen. Dus ik kan mij inbeelden dat zo'n individueel moment zeer waardevol en verrijkend klopt. Ik merk wel dat er zo'n aantal studiekeuzes zijn waarbij jongeren wel bewuster weten waarvoor ze kiezen. Ik denk maar aan geneeskunde. Ja, dat is nogal een typische richting zo. Maar er zijn ook heel veel richtingen waarvan jongeren ten eerste niet heel goed weten wat de studierichting inhoudt. Mm-hmm. En dan zeker ook wat het beroep wat erbij past, wat dat precies inhoudt. En dan kunnen we teruglinken naar die waarden, wat ik op het begin vertelde, en naar die vaardigheden. Dus dat is wel belangrijk om daar die verbinding, die match te zoeken tussen die dingen. Ja. Heel helder. Zeg, en hoe verloopt dat proces dan bijvoorbeeld bij jongeren als jullie hen dan ondersteunen bij het maken van zo'n studiekeuze? Ja, dat is een stukje, dus bij hetgeen wat ik net vertelde, we gaan eerst op zoek naar die waarden en die vaardigheden, dat is dan één ding. En daarnaast kijken we dan van die waarden en die vaardigheden, bij welk domein past dat? Is dat iets iemand waar vooral het artistieke domein bovenkomt, of het sociale domein, of het ondernemende, of er zijn heel veel verschillende domeinen, of meer het economisch gerichte, of... En dan kijken we welke beroepen passen daarbij. Ja. Dus dat gaat een stuk door gesprekken te doen. Hè? Mm-hmm. Maar we hebben ook een heel aantal tools die we dan aanbieden. Die jongeren dan thuis ook al de kans geven om na te denken. Wat is dat nu precies wat ik wil? Okay. Ja. Dus jullie, als ik dat dan goed begrijp, is dan alsof dat jullie de veelheid van opties die er zijn, die daar bijna een laag gaan bovenleggen, wat dat past bij hun waarden en zo verder. Klopt. Kijk, van die veelheid zijn dit meest aangewezen, bijvoorbeeld. Ja, oké, dus je maakt het makkelijker om te kiezen. Ja. En door dan creatieve oefeningen met de studenten doen en door de gesprekken die we voeren, komt de student daar dan beter achter. Oké. Zeg, en wat als mensen bij jullie komen die gewoon fout hebben gekozen. Ik kan me inbeelden dat dat vaak gebeurt. Uh-huh. Ja, het is dan toch niet over en out. Hè? Nee, hoe neemt je die dan niet mee in dat Nee, heel zeker. Het is nooit over en out. Helemaal niet. In veel mensen in hun hoofd is dat wel. Nee, het is sowieso een studiekeuze. Niets is bindend voor het hele leven. Zeker tegenwoordig met de visie levenslang leren. Mm-hmm. En dat is ook iets. Hè? Ja. Maar dus hetgeen wat de student dan al geleerd heeft in de vorige opleiding, dat is sowieso een meerwaarde voor de ontwikkeling. Ook voor jezelf ook wel beter te leren kennen. Mm-hmm. Dus nooit is iets definitief of gedaan. En men kan altijd blijven bijstuderen, natuurlijk. Er zijn tegenwoordig zoveel verschillende kansen en manieren om eventueel te combineren met een job. Of tegenwoordig is er eigenlijk wel heel veel mogelijk. Er zijn ook heel wat studenten die bijvoorbeeld wel al een bachelor gedaan hebben, maar toch nog niet zeker zijn en die dan gaan schakelen. En dan wordt er ook gekeken naar welke richting wordt er het best geschakeld. Of een bannenbar erbij. Er zijn heel veel mogelijkheden tegenwoordig. Okay, dat is wel een groot voordeel. Zeg, iemand komt bij jullie en jullie hebben die persoon, die laag daarover gelegd, maar het is nog niet genoeg. Ja. Wat dan? Ja.
Ja, dan gaan we een stapje verder. Mm-hmm. We hebben ook een aantal digitale tools die we kunnen aanbieden. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een eerste digitale tool. Dat is een opdracht die je moet doen wat op het onderbewustzijn van iemand werkt. Je moet dus bijvoorbeeld altijd voorkeuren aanduiden over kleuren en vormen. Mm-hmm. En onbewust zeggen die keuzes wat je maakt wel iets over je persoonlijkheid. Okay. Dus dat is al een extra tool. Dan gebruiken we ook een tool wat op zoek gaat naar succeservaringen. Ja. Dus want vanuit succeservaringen komt er ook heel veel boven. Mm-hmm. Dingen die je vertelt waar je trots op bent of waar je fier over bent, dat zijn wel dingen die heel dicht bij je liggen. Mm-hmm. Dus, en we hebben nog zo een aantal tools die we digitaal dan kunnen gebruiken. Dat is het extra onderzoek dan voor de jongeren die nog steeds blijven twijfelen. Want dat kan zeker voorkomen. Ja, het kan extreem lastig zijn volgens mij als je in een twijfelmodus zit. Zeker, okay. Tot slot, de grootste meerwaarde van studiekeuzebegeleiding bij Passion for Work, als je dat zo zou moeten omschrijven, wat maakt jullie zo uniek? Ja, ik denk dat eerste stuk wat ik vertelde, dus dat wij eerst gaan kijken naar die persoon, wie ben ik eigenlijk? Ja. Dat is iets wat heel vaak wordt overgeslaan als ik rondom mij hoor in andere studiekeuzebegeleidingen. Ja. Dus dat is één ding. Nu, waar wij ook wel aan werken is dat wij de jongeren ook zelfstandig proberen te maken in het maken van keuzes. We reiken wel tools aan, maar ze kunnen die tools daarna zelf ook weer opnieuw gebruiken. Dus dat is ook wel een heel erg belangrijke. Ja. Dan, wij werken individueel. Hè? Dat is nog een extra meerwaarde of een surplus natuurlijk. Mm. Ja, ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn, van wat het verschil maken. Oké. Als ik dat zo'n beetje samenvat, ik denk, een ultieme learning, geen enkele keuze is bindend voor het leven. Dat heb ik u een paar keer horen zeggen, behalve dat misschien kinderen krijgen. Dat is een keuze die eerder onomkeerbaar genoemd mag worden. Hè? Mm-hmm. En gelukkig is er ook altijd wel meer dan één goede match, misschien wel. Want ik hoor heel vaak keuzestress, maar er zijn meerdere mogelijkheden die bij u passen en waar iemand gelukkig in kan worden. Ja. Hè? Dus. Ja. Oké, dus dat is inderdaad een tweede belangrijke. En jouw keuze gaat altijd wel een beetje stress meebrengen. En hoe groter dat die keuze, hoe belangrijker dat die keuze is, hoe meer dat de stress er is. Maar behalve dicht bij jezelf te blijven, ook gewoon te houden, is het belangrijk ook om je toch niet, en dat is misschien iets dat ik er zelf ook nog wil aan toevoegen, om je niet te veel te laten beïnvloeden door anderen. Zeker. Ja. Want die druk is waarschijnlijk. Daar heb ik het nog niet over gehad. Ja. Inderdaad, want jongeren die de eerste keer een keuze maken, worden heel vaak beïnvloed. Ja, ouders, goed bedoeld sowieso. Ja. Hè, natuurlijk, goed bedoeld. Vrienden, ook een bepalende factor. Maar ook social media en trends. Ja. Dat zijn ook wel dingen die jongeren heel vaak heel fel beïnvloeden bij het maken van een keuze. En dan wordt er niet gekeken naar wat ligt er bij mij, maar wel naar wat gebeurt er rondom mij en wat zeggen anderen over mij. Nu, wat anderen over mij zeggen, kan ook wel heel erg belangrijk zijn. Mm-hmm. Want anderen kennen u zelf op sommige gebieden nog wel beter dan dat je jezelf kent. Ja, zeker de dingen waar je goed in bent, dat zijn de dingen die vanzelf gaan, waarbij je niet stilstaat, dat je daar zo goed in bent. Maar iemand anders ziet dat wel vaak. Ja, ja. Dus dat is inderdaad een positieve kant ervan. We mogen ons niet laten, jongeren, mensen te koer mogen zich niet sterk laten beïnvloeden in het maken van keuzes door anderen. Vaak geven die eigenlijk advies aan zichzelf en niet aan de jongeren. Nog zaken die je daar zelf wil aan toevoegen? Dat je zegt, van dat wil ik nu toch ook nog even heel hard benadrukken? Of het kan ook zijn dat je het gevoel hebt van de essentie heb ik echt wel mee. Het enige wat ik nog wil zeggen is dat het inderdaad wel een belangrijke stap is. Ja. Ga er niet te licht overheen. Sta erbij stil. Als het niet zelf lukt of met mensen rondom je die je daar wat in kunnen begeleiden, dan zou ik zeker aanraden van maak tijd om een paar keer een afspraak te maken met een coach die jou wel kan doen kijken naar wat past er nu echt bij jou, zodat je later gelukkig kan worden. Oké, super. Dank je wel dat ik in jouw hoofd mocht kruipen. Ik hoop dat niet veel pijn heeft gedaan. Nee, zeker niet. Graag gedaan trouwens. Super, merci. Oké. Okay.
Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Deze aflevering maakt deel uit van een reeks van 8 podcasts in totaal, in samenwerking met Passion for Work. En die gaan over loopbaanbegeleiding, maar dus ook over studiekeuzebegeleiding, over werkgeluk, over leiderschap in het hybride werken en ook over de mogelijkheden om in jouw eigen organisatie een intern loopbaancentrum op te bouwen. Zoek dus zeker deze playlist op via YouTube of via jouw favoriete podcastkanaal. Ik wou meteen Spotify zeggen, maar dat is al meteen al een voorbeeldje. Het allerbelangrijkste, en daar sluit ik elke podcast traditiegetrouw mee af. It's a great time to be in HR. Tot de volgende!